Goedendag, welkom in Studio Vlaams Parlement. Het ging er vrijdag stevig aan toe in de plenaire. Het is vroeger gestopt dan verwacht. De oppositie is het opgestapt omdat ze geen cijfers kreeg over de begroting. Die regering had nog maar net de eed afgelegd en meteen al een politiek incident. We spreken erover met de fractieleiders, de grootste fractie, N-VA, Wilfried van Dalen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer van Dalen, het was meteen uw vuurdoop als fractieleider. Die dag, ja, dat was knotsgek. Hè. Plots was het 's middags afgelopen. Wat vindt u ervan dat de oppositie het opstapte? Ja, dat is natuurlijk het recht van de oppositie om dat te doen. Maar er was een discussie over de, ja, het punt van de agenda. Hè. Normaal gezien, dat is al jaren zo, heb je een regering die de regeringsverklaring aflegt. Traditioneel was dat vroeger in juli. Hè. En dan in september krijg je dan een eerste blik op wat wil die regering gaan doen. En dat noemde men dan de septemberverklaring. Met dan cijfers. Met dan die begroting, hè, waar we nu op zat te wachten. Ja, nog niet echt de begroting. De inschatting eigenlijk. De grote lijnen. Want die begroting die komt eigenlijk pas eind deze maand, eind oktober, begin november. Dus dat komt ook nog. Nu hadden we door het feit dat die regering nog lang op zich had laten wachten, was dat samen geagendeerd. Regeringsverklaring aan de ene kant en daarbij dan krachtlijnen van de begroting, zeg maar. De minister-president heeft bij zijn regeringsverklaring wel een aantal dingen gezegd. Van kijk, ik ga 1,65 miljard extra uitgeven. Evenwicht in 2021. Hij heeft een paar krachtlijnen wel. Zeer bondig wel natuurlijk. Zeer bondig. En dan zegt de oppositie, voor ons volstaat dat niet als krachtlijn. Hey, wij willen meer. Wij willen wat men dan noemt het centenboekje. En dat is een traditie die vroeger ook niet bestond, maar die dan ingesteld is door minister-president Bourgeois. Die vond dat telkens als hij een septemberverklaring aflegde, dat is elk jaar, dat hij daar een boekje bij moest hebben met die krachtlijnen. Wel, even daarover. Het is misschien technisch maar belangrijk in deze discussie. Ook gisteren zei professor politologie Herman Matthijzer in de studio dat dat heus niet verplicht is. Laat staan, misschien een gewoonte recent, maar dat men daar niet toe verplicht is. Is absoluut niet verplicht. Ik zeg, het bestond vroeger ook nooit, maar Geert Bourgeois vond dat nuttig en heeft dus elke keer daar een boekje bij gedaan. Dat is nu blijkbaar een verworvenheid, want nu wil men per se dat boekje. Dat zat er nu niet bij en dat heeft te maken met de timing van dat verhaal, regeringsverklaring, die laat komt omdat de regering laat gevormd is en dan inderdaad de grote lijnen van die begroting, maar inderdaad wel de hele grote lijnen. Ik geef toe dat de oppositie daar een punt heeft. Maar de minister-president heeft ook al gezegd meteen bij de regeringsverklaring van kijk, jullie krijgen dat wel. Hè? Alleen willen we dat nu nog wel wat nog eens extra narekenen enzovoort. De administratie is daarmee bezig. En ik bezorg dat volgende week, heeft hij gezegd. Ja. Dus dat moet geverifieerd worden door die administratie. Kan je opwerpen tegen oppositie, maar bij oppositie hoor je natuurlijk ook, het gaat erom de manier waarop hij dat heeft gezegd. Het was een donderdagavond, ik was daar op een doorbraaketentje, de opiniewebsite, en daar heeft hij gezegd, ik heb de tabellen wel liggen, maar als de oppositie het vraagt, dan neig ik het niet te doen. Dat komt bij oppositie over als het jennen van de parlementsleden en het, ja, je hoort dan het tegenwerken van het parlementaire werk. Ja, ik denk dat de minister-president inderdaad de gewoontes van dit huis nog wat onder de knie moet krijgen. Wij zijn hier iets gematigder dan aan de overkant, dan het federale parlement. Hij klonk heel fors, dat zijn we niet gewend hier. Dat zijn we hier niet gewend. Was dat verkeerd? Ik zou het niet gedaan hebben. Hè. Ik zou hem er ook wel eens over uitspreken. Omdat ik denk dat het nodeloos inderdaad de gemoederen opjut. Want eigenlijk, al na de regeringsverklaring, want daar had de minister-president zelf zo'n beetje de opening gelaten van wat we ook kunnen doen, is die twee uit elkaar halen, de regeringsverklaring en dan het centenverhaal. Dus als dat nodeloos en was, dat hadden wij gekund. Dus we hadden perfect kunnen zeggen, we stemmen vandaag over die regeringsverklaring en dan hebben we begin volgende week dat centenboekje. En dan gaan we daarover hebben. Dat was ook het voorstel vanuit de meerderheid vandaag. Ja, jullie hadden een plan eigenlijk, maar door wat er gebeurd is bij doorbraak... Precies, en dan zei de oppositie, want we zijn samen gaan zitten vanochtend, en die zeiden, ja, oké, tot gisterenmiddag gingen we mee in dat schema om die uit elkaar te halen en vandaag het debat te hebben over de regeringsverklaring en dan volgende week met de centen erbij over de centen. Maar zeggen ze nu, met die verklaringen van de minister-president en met zijn stoute uitspraken of boude uitspraken, gaan we daar niet meer in mee en stappen we op. Dus misschien was dat wel te vermijden. Ja, het was te vermijden, want er was een duidelijk plan afgesproken. U was er ook klaar voor uw fractie. Maar wat er bij doorbraak gezegd is, heeft dat allemaal in de war gestuurd. Je hebt natuurlijk ook mensen thuis die dit allemaal volgen, die dit zien als een stuk een vaudeville met een parlement dat dan vrijdag plots ophoudt met vergaderen.
Wie wint hierbij? Slecht voor de politiek? Ik denk dat niemand hierbij wint. En ik denk dat het zeker ook de bedoeling niet van, is van de minister-president, heeft hij ook gezegd, om hier olie op het vuur te gieten. Ik denk dat hij inderdaad van plan was al. Heeft dat ook herhaaldelijk gezegd, van ik ga zo snel mogelijk die cijfers wel bezorgen. Heeft hij in het parlement gezegd. Dus dat zal ook wel zijn plan geweest zijn. Nu, wat mensen zeggen op een lezing, op een of andere avond, we hebben daar ook in het verleden al voorbeelden van gehad, ook met ministers hier in huis die zelf moesten opstappen. Joke Schaafvliegen bij de Dus dat is niet ongevaarlijk. Landbouwers, ja. Niet ongevaarlijk als je in een bepaald gezelschap bent om je dan eens te laten gaan. Maar u zegt ja, het was niet nodig om olie op het vuur te gooien. Het bleek wel de vlam in de pan, hè. Gisteren nacht al en dan, of toen die donderdagnacht en vandaag, ja. Een leeg parlement in de namiddag. Serieuze gevolgen eigenlijk, hè. Well, het is, wat u zegt, het is niet plezierig, ook niet voor ons, hè, want wij zijn natuurlijk hier gekomen om vandaag toch een belangrijk debat te voeren. En dat is dan een beetje in mineur geëindigd en het zal er nu op neerkomen dat dat volgende week voor een deel dubbelop nog eens overgedaan wordt. Maar goed, ik vergeef het de minister-president. Hij moet hier ook met de geplogenheden van dit huis natuurlijk nog wat vertrouwd geraken. Vertrouwd raken, u hebt lang ervaring hier, moet wat leren hoe het hier aan toe gaat, een bepaalde manier van aan politiek doen, want dit was inderdaad bijzonder, hè? Ja, komt er natuurlijk ook bij. Wij hebben hier inderdaad de gewoonte van een rustig parlement te zijn en nogal te proberen met elkaar te dialogeren om dat soort dingen niet mee te maken die we nu hebben meegemaakt. Maar we zitten nu ook wel een beetje in een andere context na de verkiezingen van mei. We hebben een groot Vlaams Belang aan de ene kant en we hebben dan ook PvdA aan de andere kant. Dus je voelt ook wel, ik merkte dat ook toen ik zelf een paar zittingen heb voorgezeten, je voelt wel dat het al een beetje anders is dan het was voor de verkiezingen van mei. Door die beide flanken van oppositie die groter zijn geworden, links, rechts? Ja, die tegenstelling is nu wel zeer uitgesproken en het zijn natuurlijk ook twee fracties die zichzelf op de kaart willen zetten. Dus ik vermoed dat dat wel de werking van dit parlement zal beïnvloeden de komende jaren. Die werking van het parlement kent u al, hè? Als al lang zij in het parlement zit, maar u zei het even, u bent ook parlementsvoorzitter geweest. Nu fractieleider, is dat van harte of was u graag voorzitter gebleven? Goh, ik had altijd gezegd, het is een tijdelijke opdracht, dat voorzitterschap. Ik meen dat ook. Maar het went wel heel snel, dat is wel zo. Je krijgt ook gigantisch veel opmerkingen, positieve, van mensen die u een mailtje sturen en u eens een misje sturen. Dus het is wel een functie waar je wat mee kunt doen. Dus het went heel snel. Maar goed, we zagen van de week dat het plaatje anders viel en dat Lisbeth Homans op die plek zou komen. Dat het ook niet naar een andere partij zou gaan, wat ook mogelijk geweest was. Dus dat was allemaal koffiedik kijken en het is nu wat het is. En hoe is dat dan gegaan? Die vraag werd u meteen gesteld. Heeft u meteen ja gezegd? Ja, toen ik inderdaad hoorde dat ik geen parlementsvoorzitter bleef, dacht ik oké, dan is het weer wat rustiger straks. Maar dat was niet zo, want ja, de voorzitter Bart De Wever die zei me, ja, ik verwacht toch wel dat jij nu fractievoorzitter wordt, nu Matthias Diependaal minister wordt. En die had ik ook weer niet zien komen, dus dan heb ik toch wel even bedenktijd gevraagd. Waarom? Ja, het is een zware job natuurlijk. Hè. Het is, u leidt de grootste fractie in dit parlement. Ja, je bent toch ook de contactpersoon met de andere fracties, met de regering. Het is een grote bende, onze eigen fractie, N-VA. En vaak als iedereen naar huis is, de fractieleiders die moeten nog vergaderen, hebben die bureaus, de uitgebreide bureaus, komt er allemaal bij kijken, terwijl u bent burgemeester. Hè? Precies, dus dat was eigenlijk een beetje een aarzeling bij mij. Ik woon aan de kust, ik ben burgemeester, ook nog niet zo lang, hè, dus ik wil dat ook goed doen. En ik ga daar ook zeker, ik ga niks doen dat belemmert. Hè. Dus mocht ik voelen dat het niet lukt om die twee te combineren, dan zal ik daar natuurlijk de nodige conclusies uit moeten trekken. Ja, maar dus ik denk we zijn niet zeker of u dat ook echt blijft. Maar goed, we zijn nu gestart, dus ik denk dat het goed is dat het nu zo is. Dus ik ga er mijn best voor doen. Ik voel ook in de fractie, dat is met unanimiteit, dus iedereen vond dat eigenlijk de beste oplossing om het nu zo te doen. Dat is ook altijd plezierig dat daar geen discussie over is. Want ik hoor in de wandelgang, er wordt natuurlijk in de wandelgangen hier veel gesproken, vooral over elkaar, maar dat men u de arm heeft moeten omwringen, wilde u echt op die post, u twijfelde? Ja, ik ben een geboren twijfelaar van nature al, dus ik heb daar zeker over getwijfeld, hè, omdat ik ook wel weet dat dit een veel eisende job is. De vraag hoe hard getwijfeld, twijfels. Ja, maar de arm omwringen, ja, wij zijn geen partij van armomvringers. Als je zegt, ja, dit lukt mij niet, ja, dan is dat zo. Maar heeft toch op u moeten inspreken, begrijp ik. Ik heb inderdaad mijn argumenten gegeven en de voorzitter en een aantal mensen hebben hun argumenten gegeven en het besluit was dat ik dat inderdaad toch zou doen. Misschien vooral de voorzitter die het echt wilde, hoor ik, dat u het werd. De voorzitter vond het wel belangrijk dat ik dat zou doen, ja. Ja.
Oké, meneer Van Dalen, zeer bedankt. Na deze toch intense week hier in het Vlaamse parlement al, wie zich afvroeg of er genoeg leven is in de Blauwerij-Brouwerij, bij deze was dat wel het geval. Hè.